Speculeer je op een koersdaling? In een bear market kun je daar veel geld mee verdienen. Toch blijft het altijd wel oppassen voor de zogenaamde bear trap. Maar wat is een bear trap precies en hoe voorkom je dat je in deze val loopt? En zo ja, hoe beperk je dan die schade? In deze video leg ik hier alles over uit. Hey topper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en voor als je nieuw bent op dit kanaal, allereerst natuurlijk welkom op dit kanaal. Ik deel hier alles omtrent cryptocurrencies, denk aan crypto trading, tutorials, reviews. Dus als je dit tof vindt, overweeg even om op de rode abonneerknop onder deze video te klikken. En like de video even als je dit soort video's tof vindt. Plaats even een reactie mocht je updates hebben of toevoegingen hebben of nieuwe onderwerpen hebben voor volgende video's. Dat waardeer ik in ieder geval heel erg. Laten we beginnen bij het begin en dat is, wat is een bear trap precies? Een bear trap is een plotselinge neerwaartse beweging van de koers, waardoor je geneigd bent om snel op verdere koersdalingen te speculeren. En dat zie ik ook heel veel gebeuren in de community, ook in de premium community, mensen die hier de fout in gaan. Dat doe je op Bybit bijvoorbeeld door een short positie aan te gaan. Veel mensen doen dat dan met een hefboom van keer 10 of meer zelfs, wat best wel gevaarlijk is als je het mij vraagt. Alright, en dan even een korte onderbreking voordat we verder gaan met de video. Want ik wil je erop attenderen dat ik een gloednieuwe gratis crypto training online heb gezet. De huidige periode is lastig met de prijzen die omhoog schieten, de crisis die er aankomt en die de komende maanden en jaren nog zal duren. Ik krijg veel berichten van mensen die het lastig vinden om nieuwe manieren te zoeken om meer geld te verdienen. En daarom heb ik besloten om een gratis crypto training te geven op 26 september. Dat is een maandagavond om 8 uur, waarin ik je mijn strategie ga uitleggen, mijn vernieuwde CryptoNight strategie om stevast 500 euro per dag te verdienen met cryptocurrencies. Dus ga naar de beschrijving, meld je aan voor dit webinar. En dan zie ik je eenmalig en exclusief op die maandagavond 26 september om 8 uur 's avonds. Nou, de koers gaat dus ineens de verkeerde kant op. Dat is het hele principe van een bear trap. Je zit helemaal klaar voor de verdere koersdaling waardoor je positie geld gaat opleveren. Maar dan gebeurt er helaas precies het omgekeerde. De koers herstelt hard naar boven. Voor jou is dat de compleet verkeerde kant op, omdat je namelijk short zit. En shortsellers verliezen namelijk geld wanneer de prijzen stijgen. Zeker wanneer je geen stoploss hebt ingesteld of de koers zo hard stijgt dat je automatisch door de exchange uit je positie wordt gezet en met maximale verlies moet verkopen. En dit is heel gevaarlijk met shorts, het kan oneindig zijn. En waarom is die bear trap dan precies gevaarlijk? Een bear trap is zo gevaarlijk omdat het lijkt alsof er een bestaande uptrend neerwaarts wordt gebroken en daardoor ook een grotere correctie of een trend ommekeer de meest waarschijnlijke optie lijkt. Nou, een vals signaal, want bij een bear trap is zo'n breuk van een bestaande trend een vals signaal. Na de bear trap keert de koers weer terug naar de oorspronkelijke trend. Dus je ziet hem doorschieten, waardoor je denkt, oh, trades openen, nu moet ik het doen. En vervolgens schiet hij weer terug naar waar hij eerst was, waardoor er heel veel mensen in deze trap of in die val dus trappen. Nou, het verschil tussen een bull en een bear trap is wel belangrijk. Bij een bear trap geeft er een plotselinge neerwaartse prijsdaling onder belangrijk support een vals bearish signaal. Dus in support, de prijs duikt er ineens onder en schiet weer terug naar boven. Dat bearish handelaren verleidt dus om short te gaan. Het breekt een belangrijk support. Veel mensen die bearish kijken, die gaan een short openen en vervolgens zie je dat de prijs weer omkeert terug naar boven, boven die support. Een bull trap is precies het tegenovergestelde van een bear trap. Een bull trap is precies het tegenovergestelde. Bij een upwaartse trend schiet de prijs door een resistance heen om vervolgens plotseling weer terug onder die resistance te knallen. Dat is dus een vals bullish signaal. Dat bullish handelaren verleidt om long te gaan, dus speculeren op een koersstijging, gevolgd door een omkering naar beneden in de prijs. Nou, oorzaken van een bear trap. Wat een bear trap veroorzaakt is niet alleen de neerwaartse prijsbeweging, maar ook een prijsdaling onder belangrijke support. De bearish trader verwacht dat een neerwaartse doorbraak door een weerstandsniveau wordt gevolgd door een verdere neerwaartse beweging. Op zich logisch, ze verliezen juist geld naar de omkering van de prijs weer naar boven toe. Nou, belangrijkste oorzaak en signalen van een bear trap op rij. En hier moet je goed opletten. Een prijsdaling onder een belangrijk ondersteuningsniveau, dus een support. Een investeerders of handelaren gaan een short positie aan. En een daling onder het ondersteuningsniveau, dus de support, is kort en wordt gevolgd door een omkering naar boven in prijs. In de afbeelding hiernaast zie je een duidelijk voorbeeld van een bear trap. De koers lijkt in een mooie uptrend te zitten en op het moment waarop deze uptrend neerwaarts gebroken wordt, ongeveer de hoogte van het midden van de zwarte pijl, versnelt de koers naar beneden. Veel traders kijken namelijk het signaal dat de uptrend is gebroken of krijgen het signaal dat de uptrend is gebroken en de verdere koersdaling daardoor op handen lijkt.
Toch is het moment waarop een trend neerwaarts wordt gebroken altijd een spannend moment. Ja, het geeft een kans op verdere koersdalingen, maar soms is ook een signaal dat kopers de coin juist voordelig kunnen aanschaffen voor letterlijk een bodemprijs. Zodra dat gebeurt, of traders verwachten dat de weerstandslijn, dus eerder support, getest wordt, dan stijgt de koers weer. Zeker een kleine doorbraak van de weerstand, het punt waar de uptrend eerder werd gebroken, zorgt vaak voor een extra impuls om opnieuw te kopen. Al deze koopactie heeft een verdere stijging van de koers tot gevolg, wat op haar beurt er weer voor zorgt dat de mensen die op een koersdaling speculeren, hun positie automatisch weer moeten sluiten. Dat leidt tot een short squeeze, waardoor de koers ineens heel hard kan stijgen. En die stijging zorgt er weer voor dat nog meer shortsellers moeten capituleren. In de grafiek zie je de koers dan ook razendsnel herstellen na de dip. Dit was dus duidelijk een bear trap. De short squeeze is de grootste nachtmerrie voor short sellers. Ze worden verrast door een plotselinge felle koersstijging. Ze moeten dan ongewild razendsnel hun positie sluiten om verliezen te voorkomen of hun winst veilig te stellen. Deze aankopen doen de koers klimmen, waardoor ook andere shorters hun positie gaan sluiten. Zo ontstaat er een sneeuwbaleffect van snel stijgen van koersen. De explosieve prijsstijgingen zorgen ervoor dat de shorters als het ware als citroenen uit hun posities worden geknepen. Daar komt de term squeeze of de term squeeze vandaan, Engels voor uitknijpen natuurlijk. Nou, de enige betrouwbare manier waarop je een bear trap kan vermijden is door geen short posities aan te gaan. Maar dat is natuurlijk een flauw antwoord, want in mijn ervaring kun je juist in de dalende markten veel geld verdienen. Wil je zorgen dat je minder vaak het slachtoffer wordt van een bear trap, gebruik dan deze tips. 1. Is vermijd short posities wanneer het handelsvolume laag is. Het risico op een bear trap neemt doorgaans toe als het volume laag is. Gebruik Fibonacci niveaus is tip 2 om de support en de weerstandsniveaus te ontdekken, want vaak ketst de koers hierop af. En tip 3. Stel een goede stop loss in, zodat je het risico op grote verliezen automatisch beperkt zodra de koers onverhoopt omdraait. Nou, de conclusie, wanneer je actief bent met traden is een bear trap je vast eens overkomen. Wellicht wist je de benaming nog niet, maar dan weet je hem nu wel. De koers gaat ineens weer omhoog, terwijl alle technische indicatoren juist wijzen op een verdere koersdaling. Heel vervelend, maar part of the game. Wanneer je zorgt voor een goede stoploss en de signalen van een bear trap herkent, beperk je de schade. Verlies nemen dus en de volgende keer een nieuwe poging. Er komen altijd weer nieuwe trades. Wanneer je de koersdaling namelijk wel doorzet, of wanneer die wel doorzet, heb je vaak goud in handen en maak je mooie winsten. Nou, als je zelf wilt traden, dan kun je het beste gaan starten bij Bybit met het referral linkje onder mijn video. Je krijgt daar meer dan $4000 aan bonus als je je daar aanmeldt en korting op je fees. Vond je dit nou een toffe video? Like de video dan even en abonneer even op dit kanaal als je dat niet gedaan hebt. Laat even een reactie achter als je het een toffe video vond en wat te melden hebt. En dan hoop ik je ook weer terug te zien in de volgende. Adios.